Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Temmink van Vliet Bouwprojecten, Albasijn, Domburg Sportprijzen Holland, Harteveld Autoschade en Restauratie, Oosthoek Groep BV Groenvoorziening, installatiebedrijf Joop Keizer BV en Asta Casino. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Het programma dat iedere week aandacht schenkt aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. In de editie van deze week het Haaglanden Voetbaljournaal met daarin onder andere een terugblik op het duel van afgelopen zaterdag tussen SV Nooddorp en Haaglandia, waarin de Rijswijkers even dachten dat de tweede periode binnen was. Een gesprek met trainer Maurizio Cecucci. Haaglanden Voetbal was maandagavond aanwezig bij een bijeenkomst van de KNVB bij Laakkwartier, waar gesproken werd over zaken als de trek van de zondag naar de zaterdag en jeugdvoetbal op zondag. Wij vroegen een mening aan de voorzitter van gastheer Laakkwartier, Ron Jansen. De wedstrijd van de week. Ditmaal aandacht voor een echte derby in de zondag tweede klasse, die tussen Den Hoorn en Schip luidde. De glazen bol van Rob Blankenstein, voorspelt met een 1, een 2 of een 3 een vijftal wedstrijden en motiveert zijn voorspelling. En een reportage van de reunie van RVC, waarop tevens gevierd werd het feit dat RVC 100 jaar zou hebben bestaan. Een gesprek met een van de mensen van het organisatiecomité, Richard Hartnak, maar ook veel aanwezige coryfeeën vertellen wat hun gevoel is bij de naam RVC. We gaan beginnen met het Haaglanden Voetbaljournaal. En we gaan eerst terugblikken op een belangrijk duel van afgelopen zaterdag in de eerste klasse B tussen SV Nooddorp en Haaglandia. Haaglandia had de tweede periodetitel binnen kunnen halen als de concurrenten punten zouden verspelen. Haaglandia kwam wel op voorsprong, maar in de tweede helft was duidelijk SV Nooddorp de bovenliggende partij. Dus Haaglandia mocht niet mopperen met een 1-3 winst. En trainer Maurizio Cecucci, eigenlijk hadden jullie bij rust al ruim op voorsprong moeten staan. Ja, zeker. Gezien de kansen wel. We maken de kansen niet af. We spelen goed voetbal, vind ik. Combinatievoetbal, ondanks het slechte veld, we hebben de hele wedstrijd geprobeerd te voetballen. Kansen niet afmaken, ja, dat kan je ze niet verwijten. Goed, tweede helft, een hele andere situatie, hè? Want dan sta je met de rug tegen de muur. Nou, zeker weten. En dat is ook echt een punt. Ik sta nog een klein beetje na te koken van de wedstrijd, uiteraard. We hebben in de rust zijn we heel duidelijk geweest aan de spelers toe van jongens, we zijn er nog lang niet. We creëren genoeg, we scoren te weinig, hebben we ze liggen. Maar het kan zomaar anders zijn, het ligt er maar net aan hoe je de kleedkamer uitkomt. En er waren er toch een paar die het iets te licht opnamen. Die heb ik nog eens een keer extra gewaarschuwd in de kleedkamer en toch gebeurt het. Ja, dan zit je langs de lijn en dan heb je verder geen invloed meer. En je kan een wissel erin brengen, maar je kan gaan scheven als een idioot. Maar je hebt geen invloed meer op dat moment. En dat vind ik wel een punt waar we echt aan moeten gaan werken. Ja, want die 1-1 viel op dat moment denk ik terecht. Absoluut, daar hebben we niks op af te dingen. Gezien de tweede helft, dan moet je even niet naar de laatste 10 minuten kijken. Maar dan had Nooddorp mogen winnen, gezien basis van de tweede helft dan. Goed, je wint die wedstrijd dan toch, tikje geflatteerd, 3-1. Ja, en dan hoop je toch dat eigenlijk op die zaterdag de periodetitel al binnen is. Ja, nou ja, we kregen het horen langs de lijn dat Swift en Sportless gelijk hadden gespeeld. En dat ook afgelopen was, dus wij waren eigenlijk al blij en op het laatste moment scoorde Swift nog, dus we hebben hem nog niet. Maar je bent er nu wel heel erg dichtbij, hè? We zijn heel dichtbij, maar ja goed, je ziet het is voetbal. De eerste helft ben je herenmeester en de tweede helft word je weggespeeld. Er is geen pijl op te trekken, we hebben nu aan 1 punt voldoende. We mogen zelfs klein verliezen. Dus je hebt het volledig in eigen hand? Nog steeds, ja. Haaglandia dus nog geen periode kampioen. De Rijswijkers hebben nog 1 puntje nodig. Gaan we ook nog even naar het andere kamp. Trainer Bob Kootwijk van Nooddorp baalde natuurlijk van die nederlaag. Kootwijk vertrekt aan het eind van dit seizoen bij SV Nooddorp. Heeft er al iets anders op het oog? Nee hoor, ik moet rustig afwachten wat op mijn pad komt. Dus ik heb eigenlijk maar 1 opdracht, dus het seizoen goed afmaken.
Goed, maar dat wachten, daar moet je van balen, want je hebt al een keer zo'n periode meegemaakt. Ja, nou goed, het blijkt toch nog steeds links en rechts mensen niet zo goed nadenken als ze een beslissing nemen op welk moment ze dat hier gaan mededelen. En, dus als je dat in november weet, dan kan je daar wat beter mee aan de slag. En nu moet je in de wachtkamer. Ja, want dat is natuurlijk het moment waarop bijna alles vergeven is. Ja, nou goed. Er zijn mensen die lopen wat langer mee in de voetballerij en die weten dat. En die zitten hier ook. Dus wat dat betreft verbaas je waarom dit zo gebeurt. Goed, Nootdorp heeft nog steeds geen nieuwe trainer. Wie weet, zit dat ooit nog in een lijnpoging met z'n tweeën? Nou, ik denk het niet. Afgelopen maandagavond vond in het clubgebouw van Laakkwartier een bijeenkomst van de KNVB plaats. De KNVB wil graag van de clubs weten hoe ze over bepaalde zaken denken. Bijvoorbeeld over, moeten we terug naar pools van 12 clubs? Hoe zit het met de trek van het zondag naar het zaterdagvoetbal? En wat denkt u van het voetballen van jeugd op de zondag? Tijdens de bijeenkomst gingen de clubs ook bij elkaar aan tafel zitten in groepjes verdeeld. Jozef van der Voorn van de Voetbalbond vatte alles samen. En wij vroegen afloop aan de voorzitter van gastheer Laakkwartier, Ron Jansen, wat hij denkt van een mix van het zaterdag- en zondagvoetbal. Ja, dat is natuurlijk een hele interessante optie. Alleen ja, er moeten nog wel wat heilige huisjes omver geschopt worden. Op zich zie ik zelf niet een hele mix door alle geledingen heen. Van de topklasse tot en met de vierde klas. Maar je zou als proef, waar het grote probleem op dit moment ligt in de vierde klas, daar is een project van kunnen maken. En ook al zou je maar misschien één klasse mixen om eens te kijken van hoe werkt dit. En ja, daar kan je dan lering uit trekken voor het komende seizoen. Want met alle respect, zo'n pilot is ook weer heel snel terug te draaien. Ander probleem was met name de tweede elftallen. Er wordt vaak geroepen, hè, moeilijk om een tweede team op zondagmorgen ver weg te sturen. Mogelijkheden zijn er voor bijvoorbeeld zo'n competitie voor opleidingsteams? Ja, dat is zeker een optie. Wij kijken er zelf ook heel erg naar. Een elftal onder de 23, om het zo maar eens te noemen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Wij merken ook dat de zondagochtend, ja inderdaad, als je om 10:30 tegen Nieuwehoorn 2 moet spelen, dan moet je een heel eind weg voor die jongens. En dat is vaak toch wel een breekpunt. Dus zo'n opleidingscompetitie zou zeker helpen. Ook het feit dat je misschien door de week daarin wat wedstrijden kan gaan spelen. Ja, en dat je toch je jongste, je talentvolle jeugd kan binden daarmee. En daarbij zou het ook kunnen werken, want als je te veel naar de zaterdag kijkt, krijg je natuurlijk onder meer problemen met de accommodatie. Ja, de accommodatie, wij zouden op de zaterdag zouden nog wel een elftalletje kwijt kunnen. Maar ja, wij zitten echt qua bespeelbaarheid echt vol. En wij zijn ook creatief aan het nadenken om naar de zondag met bepaalde elftallen te gaan. En wij zullen tot op heden nog gewoon prestatief blijven voetballen op de zondag. Maar ook dit door het verschuiven van elftallen naar andere avonden. Maar ja, er moet ook je accommodatie op gereed voor zijn. Dat je dus wel verlichting moet hebben. Want als je in de avonturen gaat spelen. Ja, in Nederland hebben we nog wel eens wat donkere avonden. Dus dat moet wel plaatsvinden. Tot slot, het feit dat de KNVB hier met de clubs over gaat praten, ik denk het een goede zaak, want je moet er wel met elkaar uitkomen. Nee, dit zeker. Dit is denk ik wel het voorbeeld van het beleid wat de KNVB nu heeft ingezet. We moeten het samen met de clubs doen. Wat in het verleden nog wel eens gewoon doorgevoerd werd, ruksigloos, wordt er nu wel geluisterd naar de clubs. En dan merk je ook dat de clubs onderling toch wel heel verdeeld zijn en dat men ook geen mening heeft of er nog niet over nagedacht hebben. Wij zijn als bestuur altijd zoiets van, ja, je moet vooruit blijven kijken. Dus ook wat kan er over 5 jaar gebeuren. En dan kan je ook in zo'n schuitje komen te zitten. Dus ik vind wel dat wij als clubs ook wat meer met elkaar hierover mogen nadenken. En dan is zo'n avond is daar uitermate geschikt voor. Tijd dan nu voor de wedstrijd van de week. En wij kozen voor een echte derby in de tweede klasse op zondag tussen SV Den Hoorn en de VV Schipluiden. Voor de laatste keer die wedstrijd in competitieverband, want zoals bekend, Schipluiden gaat volgend seizoen prestatief spelen op de zaterdag. Trainer van Schipluiden, Edgar Koens, heeft hij bij zijn selectiegroep wellicht al inmiddels een wat mindere beleving geconstateerd. Ja, dat merk je wel op. Je ziet toch dat het heilige moeten winnen, dat toch een beetje af is. We doen er alles aan om goede resultaten te halen, om het netjes af te sluiten. Maar die echte drang om bij wijze van spreken voor een periodetitel te gaan of nog te promoveren, ja, die is weg. Maar merk je dat dan met name aan? Dat merk je aan wat vrijblijvendheid, aan wat gemakzucht, toch wat minder trainingsopkomst. Eigenlijk aan alles.
komende zondag de Interland België-Holland. Dan moet ik even voor mijn beeldvorm even weten, wie is België in de volksmond en wie is Nederland? Volgens mij zijn wij België en is de Noorden Holland. Het is natuurlijk een hele speciale wedstrijd. Het is sowieso de laatste keer dat die wedstrijd in competitieband tegen elkaar gespeeld wordt. Omdat Den Hoorn op zondag blijft voetballen. Zoals gezegd, Schip blijft op zaterdag. Maakt dat nog iets speciaals van die wedstrijd? Ja, ik vind het toch wel heel speciaal. Het is natuurlijk de laatste Den Hoorn Schip Luiden. Ik vind het mooi om deelgenoten van uit te mogen maken. Ik hoop op een betere wedstrijd dan hier. Hier hebben we 1500 mensen en meer. En dat was volgens mij een hele matige wedstrijd. Dus ik hoop dat we daar het publiek wat meer gaan vermaken. Er zullen er best heel veel op afkomen. En ik hoop op een veel betere derby dan hier thuis. Wat het ook nog speciaal maakt is het feit dat jij onlangs benoemd bent tot hoofd jeugdopleidingen bij Den Hoorn. Dat geeft ook weer iets extra's. Voel je dat ook al zodanig? Nee, ik ga daar naar de jeugd. Dus van belang en verstrengeling kan geen sprake zijn. Ik ga vol voor Schip Luiden aanstaande zondag. En vanaf het nieuwe jaar ga ik me richten op de jeugdopleiding van Den Hoorn. Tot nu toe hebben jullie 19 punten verzameld. Het is natuurlijk een hele rare afdeling. Als je kijkt naar het rechterraadje, de ploegen staan zo dusdanig dicht bij elkaar dat er nog niks van te zeggen is. Zeg maar. Den Hoorn heeft de punten hard nodig. Als je Den Hoorn nader beschouwt, afgelopen zondag weer 7 goals tegen Helmers, nog een keer 8 tegen Fuk. De verdediging is niet het sterkste deel. Nee, de verdediging is niet het sterkste deel bij Den Hoorn, maar ik kijk naar mijn eigen ploeg. Wij hebben ook zat moeite om kansen te creëren en goals te maken. Dus daar ben ik ons handen vol en ik kijk niet naar mijn tegenstander aanstaande zondag. Wat is de kracht van jouw team op dit moment? De kracht van het team is toch wel de jeugdige onbevangenheid, het enthousiasme. Hier en daar hebben we echt brieën, echt individuele kwaliteiten. Jongens als Mark Vermeulen, Tom Vermeel, alhoewel die nu meedoet aanstaande zondag. Leon van der Zalm, dat is denk ik wel de kracht van dit Schip Luiden. Zoals gezegd is het natuurlijk altijd een speciale wedstrijd tussen Den Hoorn en Schip Luiden. Zeker omdat het nu de laatste keer is, normaal gesproken. Je kan nooit in de toekomst kijken, maar de spelersgroep zal toch ook zoiets hebben van, ja, het is de allerlaatste keer, wat er ook gebeurt, die punten gaan echt niet naar Den Hoorn toe. We kunnen geschiedenis schrijven op en wellicht dat de auto de KNVB gaat beslissen om de zaterdag en de zondag samen te voegen. En dan krijgen we de derby weer. Maar inderdaad, wij kunnen geschiedenis schrijven en daar gaan we vol voor. Wat voor soort wedstrijd verwacht jij? Ik ben toch bang dat het weer zo'nzelfde wedstrijd gaat worden als hier thuis. Toen was het echt lang halen, snel thuis, weinig goed voetbal. En ik heb gewoon goede hoop dat we nu echt meer combineren laten zien. Wat meer opbouwen van achteruit. En zo komen we tot het creëren van kansen, het maken van goals. Wellicht over en weer. Maar de wedstrijd hier was geen goed adviesje. Slotvraag. Verder vooruitkijkend naar komende zondag. Zeg maar het restant van de competitie. Wat is dan de doelstelling van jou en je team? Dat wij natuurlijk gewoon dit netjes af willen sluiten. In ieder geval niet degraderen, geen degradatiewedstrijden spelen. Daarmee schrijven wij ook geschiedenis, hè? Sluit het goed af. En dat is onze doelstelling nu. En ook om het leuk te hebben met elkaar. En dat is ook een hele goede basis om het goed af te sluiten. Hartelijk bedankt en succes komende zondag en ook succes in je nieuwe functie. Graag gedaan Rob, dankjewel. U hoorde Edgar Goens, trainer van Schip Luiden. Natuurlijk gingen we ook naar het andere kamp. Dan hebben we het natuurlijk over de SV Den Hoorn. Den Hoorn ging afgelopen zondag fors onderuit bij Wilhelmers. Dus dat heeft voor eigen publiek wel iets goed te maken. Pieter Donat in gesprek met de trainer van Den Hoorn, Peter Pothoff. Peter, hoe is de sfeer nu na die 7-1 nederlaag bij Wilhelmers? Nou, dat was even slikken. Maar we moeten vandaag weer een start maken met de komende wedstrijd. Dus we zullen alles op scherp proberen te zetten om zondag de strijd te leveren die we nodig hebben. En ons te revancheren van afgelopen zondag. Wat ging daar mis? Nou, eigenlijk ging alles mis. De tactiek hadden we doorgenomen, maar na 1 minuut zat er al een goal in. En we waren niet bij machten om op dat moment tegenstand te bieden. De scherpte was er ook niet. Ja, en dan tegen Wilhelmers heb je dan een moeilijke middag. Dan raak je in de onderste geledingen van de afdeling, zeg maar. Er staan veel ploegen om je heen. Ik geloof dat er nog 7 om je heen staan die ook slecht staan. Ja, het zit heel dicht bij elkaar. Dus een wedstrijd winnen kan het verschil al maken dat je weer een beetje naar de middenmoot kan kijken. En daar moeten we ons aan vastklampen. We zitten in een moeilijke fase. We zijn heel goed begonnen in de competitie. Een moeilijke fase gehad met goed voetbal en ook de grilligheid met soms heel slecht worden. Dat we de ondergrens doorgingen. Maar ja, we proberen elke strohalm gewoon te grijpen om weer vanuit een positief element dit aan te pakken. Toch even naar het begin van het seizoen. Tak 90, 0-0. Dat was heel goed toen.
Nou, toen speelden we ook met passie en strijd. En dan heb je ook misschien een beetje het geluk aan je zijde. Hè. Dat valt ook mee. In de periode hebben we ook wel eens dat het kwartje net de andere kant op viel. Nou, daar heb je ook mee te maken. Ja, in deze fase hebben we het gewoon moeilijk. Hè. We hebben 3 koplopers achter elkaar gehad, zeg maar. Die gewoon sterker dan ons waren. En als het dan helemaal tegen zit, ja, dan krijgen we ook nog veel goals tegen. Gepromoveerd, debuut dit jaar. Heeft dat nog invloed, een jonge ploeg? Nou, het is een hele jonge ploeg, want de ploeg die gepromoveerd is, was wat ouder. Hè. Er zijn veel gestopt, weinig tweede klasse ervaring. Dan moet je met strijd en proberen met een stukje kwaliteit, zodat we mee kunnen gaan. Nou, dat valt soms goed en dat valt soms niet helemaal goed. En in deze fase hebben we het wat lastiger. Je bent dit jaar voor het eerst bij de club. Daarvoor was je hoofd jeugdtrainer. Nu komt Edgar Kunst volgend jaar terug. Hoe zie je dat? Nou, Edgar is gewoon een hele goede collega van mij. Ik vind het hartstikke leuk dat hij dat gaat doen als hoofdjeugdopleiding bij Den Hoorn. Ik vind dat een goede zet. Want dan kunnen we nog verder werken aan de ontwikkeling van onze eigen jeugd. Dus ik vind het prima dat hij die stap heeft gemaakt. Maar hij heeft hier wel wat neergezet in het verleden. Tuurlijk, hij heeft zijn sporen wel verdiend als hoofdtrainer. Nu gaat hij een heel ander taakgebied in. En dat is alweer een hele andere uitdaging. Want daar heb ik ervaring mee. Klopt. En jij hebt dan ook daar misschien nog wel steun aan hem volgend jaar. Maar dat praten we heel ver. Even naar dit seizoen toe. Hoe zie je de rest van het seizoen? Veel ploegen om je heen die ook slecht staan. Niet kansloos. Je hebt goede kans om niet te degraderen in ieder geval. Nou ja, het is weer een cliché. Hè? Het zijn 9 finales en ik denk dat we minimaal 15 punten moeten pakken om zeg maar, boven die streep te eindigen. Ik vind dat een mooi doel en een ambitieus doel voor deze jonge ploeg. En ik vind dat we daaraan vast moeten houden. Maar dan is het natuurlijk zaterdag, zondag de derby tegen Schipluiden. Wie zit er op de bank? Edgar Kunst. Ja. Maar ik zat daar op de bank terwijl hij daar trainer was. Ja, ik vind dat niet zo interessant, zeg maar. Schipluiden is een speciale derby. Dat is altijd apart. Dus daar kan alles gebeuren. En dan maakt me eigenlijk niet uit welke trainer op de bank zit. Ik moet met mijn eigen ploeg aan de gang. En een hele volle tribune. Een zeer volle tribune. Ik denk dat het uniek is, zeg maar, hoeveel mensen hier zullen zijn aanstaande zondag. Tot zover de wedstrijd van de week. SV Den Hoorn tegen Schipluiden. En die wedstrijd komt ook terug in de glazen bol. Vorige week had Rob Langstein 2 van de 5 goed. Nu geeft hij weer zijn voorspelling over een 5-tal wedstrijden. Een 1, een 2 of een 3. En hij motiveert ook waarom hij komt tot die 1, 2 of een 3. Gaan we beginnen met het zaterdagvoetbal. HVC 10 tegen SV Nooddorp. Ja, een heel interessant duel in die eerste klasse. Afgelopen zaterdag natuurlijk een hele verrassende uitoverwinning van HVC op koploper Delta Sport. Ja, en Nooddorp ging in de slotfase onderuit tegen Haaglandia. Eerste wedstrijd destijds in Nooddorp eindigde in 6-0 overwinning liefst voor Nooddorp. Dus de Hoekenaren zullen ongetwijfeld uit zijn op revanche. Maar beide ploegen ontlopen elkaar op dit moment niet al te veel, dus ik houd op een gelijkspel, een 3'tje. SVC 08 tegen DBO. SVC 08 had een goede reeks bezig. De laatste 3 wedstrijden winnend afgesloten. De eerste wedstrijd destijds in Zoetermeer eindigde in een 3-2 overwinning voor DWO. Ja, beide ploegen staan in de stand vlak bij elkaar. Ik hou toch op het thuisvoordeel voor de Scheveningers een 1'tje. Dan SEF tegen Floriant. Een topper in die derde klas als het gaat om de koppositie. Koudekerk nummer 1, maar die heeft nog een wedstrijd meer gespeeld. En Floriant en SEF staan 3 punten van elkaar af. In het voordeel van Floriant. Eerste wedstrijd in Wanningsveen destijds en een 2-1 overwinning voor Floriant. Nu SEF thuis. Ik hou toch op thuisvoordeel, dus een 1'tje. Gaan we naar het zondagvoetbal. Westlandia tegen FC Shabab. Ja, wil Westlandia nog wat, dan zullen ze die wedstrijd ongetwijfeld moeten winnen. Afgelopen zondag een nederlaag bij Maghreb met 2-1. Shabab weer niet in actie gekomen, dus het is een beetje een vertekend beeld. We hebben 2 wedstrijden meer te spelen als Westlandia. Het gat is al 4 punten, dus wil Westlandia nog wat, dan zal er gewonnen moeten worden. Ik hou het gezien de verhoudingen op een 3'tje. En tenslotte SV Den Hoorn tegen de VV Schipluiden. Ja, de laatste wedstrijd dat de zogenaamde Holland-België wedstrijd gespeeld gaat worden. Gezien de overstap die Schipluiden maakt naar het zaterdagvoetbal. Eerste wedstrijd in een 1-1 gelijk spel. Beide ploegen ontlopen elkaar weinig. Wel Den Hoorn natuurlijk afgelopen zondag een aardige tik heeft gehad met die 7-1 nederlaag tegen Helmers. Zwakke verdediging. En Schipluiden ook niet een geweldige aanval, maar gezien de rivaliteit onderling, toch weer een 3'tje voor dit duel. Ja.
Dan de 5 wedstrijden nog even resumerend. HVC 10 tegen SV Noodorp een 3. SVC 08 DWO een 1. SEF tegen Floriant ook een 1. Dan Westlandia FC Shabab een 3. En we sluiten af met SV Den Hoorn tegen de VV Schipluiden ook een 3. Afgelopen zaterdagavond was er een bomvolle Sir Winston Entertainment Club. RVC had daar willen vieren het feit dat het 100 jaar bestond. Maar de club bestaat inmiddels al niet meer. Fusie aangaan met Rijswijk en met FC Kranenburg. En de club heet inmiddels Haaglandia. Maar het was wel een reunie zaterdagavond en gelijk werd dat edelfeest toch gevierd. Voordat het feest echt los zou barsten, spraken wij met een van de organisatoren. Richard Hartnak, zoon van de legendarische Wim Hartnak. Richard, ja, eindelijk is het zover. Ja, klopt Tom. Na maanden voorbereiding eindelijk de reunie van, we hebben het virtueel 100 jaar bestaan genoemd van RVC. En nou, je ziet het volle bak en reuze gezellig. Hoe is het idee ontstaan? Nou, John van der Wal kwam een maand of 8 geleden, heeft hij wat oud-RVC-leden benaderd om een reunie te gaan organiseren. In het begin, ja. Een beetje sceptisch van, goh, zou dat nog wel leven? En toen we het eindelijk op gingen zetten ook, was natuurlijk het gevoel van, goh, ja, misschien staan er 100 man binnen, je weet het maar nooit. Is het gevoel er nog wel? Nou, we gingen dankjewel. We gingen van start met de website. En met in principe weinig publiciteit heeft het zich als een soort van olievlekje verspreid. En je ziet het, het is volle bak en reuze gezellig. Het was niet zo moeilijk om een commissie te vormen, hè, die de kar ging trekken. Nee, John had al wat mensen op het oog, waarvan hij dus het gevoel had dat hij rood-zwart bloed door de ader hadden. Die heeft hij benaderd, we zijn bij elkaar gekomen, het klikte meteen en we zijn van start gegaan. Met andere woorden, voor de commissie is die reunie al maanden geleden begonnen. Ja, voor de commissie is de reunie inderdaad al maanden geleden begonnen. En ik kan ook zeggen dat de reunie-commissievergaderingen heel erg geanimeerd waren. We hadden af en toe een hele kleine agenda, maar het werd toch nooit 8:45 dat we stopten. En de anekdotes die kwamen dan gelijk al naar boven? Ja, alle herinneringen die kwamen natuurlijk boven. Dus we hebben al de 12 keer dat we met elkaar geweest zijn, ja, zo ontzettend genoten. We hebben dit al een keer gedaan eigenlijk. Dus dit is de apotheose voor de commissie. Het is hartstikke leuk dat 300 man een hele leuke avond hebben, maar wij hebben het eigenlijk al een klein beetje gehad. Als je dan rondloopt en je ziet wat er allemaal aanwezig is, dan kan je zien dat RVC wel een vereniging is geweest die bestond, die wat voorstelde. Ja, dat klopt. Ja. Er is toch wel een aantal coryfeeën die een opwachting maken. Aten Mos, hartstikke leuk dat hij binnen is, aanwezig is. En, de zoon van Karel Jansen, Rob, is aanwezig. Veel meer prominente eerste elftalspelers uit zeg maar, de gouden tijd van RVC. Dus wat dat betreft is er niks te klagen. Kortom, een reunie, ja, 100 jaar. Komt er ooit nog een keer een vervolg? Nou, dat weet ik niet, Tom. Ja, misschien, we zullen het gastenboek openstellen op de site na afloop van deze reunie. En misschien zijn er heel veel mensen die dit een vervolg willen geven. Dan zijn we wel genegen om virtueel 110 jaar bestaan te vieren. Prachtige locatie ook hier, hè? Ja, schitterende locatie. We moeten Harry daar, Harry Ballenmaker, daar ontzettend voor danken. Die heeft ons heel goed begeleid en doet ontzettend veel voor ons. En nou, je ziet het, hij heeft het prachtig versierd. Het is een rood-zwart gebeuren. Richard Hartnak, een van die echte RVC'ers, natuurlijk aanwezig op de reunie. Maar er waren er veel meer. En aan enkele van hen met een echt RVC-hart vroegen wij naar een eerste reactie als zij de naam RVC horen. Rivaliteit tussen de Rijswijkse Vullersclub en de afdeling damesonderbroeken en afdeling onderwereld.
de fijne tijd tussen RWC en ADO in het verleden. De rivaliteit, maar ook de mooiste tijd van mijn voetballoopbaan die ik heb gehad. Ja, RFC, dat is natuurlijk een voetbalbolwerk wat bij mij, ook bij mij als jongere RFC'er, toch ook wel even het bloed wat sneller gaat lopen. RFC, als ik RFC, als ik daarover aan nadenk, dan is het eigenlijk voetbal internationale jeugdtoernooien, waren legendarische toernooien. Ik denk dat in de hoofdklasse RFC het beste team is wat ooit heeft gespeeld in de amateurvoetbalwereld. En RFC, je ziet het nu vanavond. Wij organiseren dus avond een reunie. En we hebben nu 300 deelnemers vanavond. Ik denk als je 3000 man had gestaan, dan was het ook niet gek geweest. Omdat RFC is voor iedereen een begrip. En nu nog steeds, dat was het al. En dat is het over 100 jaar nog steeds. Ja, het eerste waar ik aan denk is dat we daar een fantastische tijd hebben gehad. En de HC-Cup finales die we gespeeld hebben natuurlijk. Met eigenlijk de mooiste bij Fios. Die wij toen van ADO wonnen. ADO van Martin Jong. Ja, als je RFC zegt, zeg je bij mij vriendenploeg. Zeg je gezelligheid, zeg je feesten. Maar vooral professionele club. Die niet alleen bestond uit gezelligheid, maar wat wel de kracht was van de vereniging. Ondanks de randverschijnselen die zo professioneel waren, kon de gezelligheid bepaalde eigenlijk het puntentotaal aan het einde van het seizoen. Ja, en ik heb daar mooie tijd mee gemaakt. Ik heb er veel vrienden aan overgehouden. En de mooiste, mijn oud vriend en aanvoerder van het elftal, die hebben het net al genoemd, was de Haagse Krantcup finale tegen ADO. En dat was gigantisch. Maar desondanks, we hebben daar een fantastische tijd. Ik heb een aantal clubs gehad. Maar RFC was wel de mooiste waar ik heb gespeeld. Ja, na mijn periode 96 ben ik technisch coördinator geworden bij RFC. Een mooie tijd meegemaakt. Tijd van Rob de Lange, Bas Seffens, Steven van Koegler. Ja, we werden kampioen. Dus mooie binnenkomst was er natuurlijk. Irini Vos leider. Een mooie periode meegemaakt. Een mix van rood-zwarte kleuren. Een mix van Den Haag en Rijswijk. Een mix van ambitie en recreatie. Eigenlijk één grote mix van mensen. En ik denk dat als we om ons heen kijken, dat we daar een afspiegeling van zien. Mensen uit hoeken en gaten. Vanuit Griekenland komen ze invliegen. En zoals je weet, Tom, is dat de beste financiële inspanning voor mensen uit Griekenland om momenteel eventjes naar Nederland te vliegen voor een feestje. En zo diep zit kennelijk een club, en dat denk dat dat voor meerdere clubs in de Haagse voetbalhistorie geldt overigens hoor. En clubs die bijdragen geleverd hebben aan het roemrijke Haagse voetbalverleden. En ik denk dat RWC daar ook een voorbeeld van is. En dat we met een groep enthousiaste mensen daar met een avond als dit hopelijk een positieve bijdrage aan hebben geleverd. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is iets unieks. Je ziet het ook vanavond. Het is mijn ondergrond wat ik nu bereikt heb. Ik kwam natuurlijk in een gespreid bedje, een hele goede organisatie. Karel Jansen, Karel Schuurman, die twee waren de grondleggers. Dan krijg je topspelers als Aten Mos, Mederijs, noem maar op, Koos Dullemme. We hadden een fantastische elftal en dat zie je nu nog. Ik ben al die jaren ben vrienden gebleven, Aten Mos, Schakel, Rinus Vos, Mederijs, Leuker, nog steeds Jan van den Berg. Dat is uniek, maar dat zie je ook. Wij zeiden overmiddag, we zijn eerst met wezen eten met een grote groep. Toen zeiden we ook, hoe is het mogelijk dat zo'n bolwerk kapot kan gaan? Dat is ongelooflijk. Hoe was het om in die organisatiecommissie te zitten? Ja, dat is geweldig. Dat is, je weet hoe ik ben. En dat waren allemaal, ik denk dat ik de minste RWC, ik heb een jaar of 20, 22. Maar wat daar allebei zit, is jij geboren bij RWC. En je ziet vanavond ook. Ook mooi, Robin Jansen die komt en zijn vader diep gezorgd voor een prachtig evenement bij RWC. Jan Regeer, Hennis Strik, noem maar op. Prachtig. Ja, een van de meest toonaangevende amateurclubs in de jaren 60, 70. Die kampioen van Nederland is geworden. Heel veel betaalde voetbalspelers in de gelederen gehad. Ik ben naar RWC gegaan.
omdat ik mijn contract niet wilde verlengen bij ADO. Maar dat ik absoluut met Karel Schuurman wilde voetballen en met Kokkelavan. Dat waren voor mij als jongetje waren dat helden. Nou, ik moet zeggen, ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb met Karel Schuurman mogen voetballen. Dat was mijn held. En ja, RVC heeft mij veel gebracht. Want dankzij RVC ben ik ook trainer kunnen worden bij Ajax. Omdat ik bij RVC goede resultaten haalde. Dat was ook opgevallen bij Ajax. En via een RVC'er, Maarten de Vos, ben ik dan bij Ajax terechtgekomen. Dus RVC zit wel in mijn hart. RVC is jeugd. Mijn vader en moeder. Warme herinneringen. Vriendschappen. Eerste training als een jonge speler. Kijken naar het beroemde elftal van Karel Schuurman, Leo Kloor, Van Dullemen, Rinus Vols, Mede Ruis, noem ze allemaal op. En dan wij met een klein groepje, Hartnak, Mangelmans, op een bijveldje tegen een bal schoppen. Ook een prachtige periode, je vader hier ook actief was. Dat mijn vader, sorry? Actief was hier bij RBC. Ja, mijn vader heeft tezamen met heel veel mensen een fantastische periode hier mee mogen maken. Met kampioenschappen, spelen voor de Nederlandse kampioenschap. Het zijn historische elftallen geweest. En met de reportage van de reunie van RVC zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Hartelijk dank voor uw aandacht en u weet het, dit programma meldt zich weer volgende week woensdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Temmink van Vliet Bouwprojecten, Albasijn, Domburg Sportprijzen Holland, Harteveld Autoschade en Restauratie, Oosthoek Groep BV Groenvoorziening, installatiebedrijf Joop Keizer BV en Asta Casino.